Hij moet nu 74 zijn, Auke Patist. Zo zag hij eruit toen hij een jonge twintiger was, Untersturmführer bij de Waffen-SS. In Hollandse Veld bij Hogeveen was hij verantwoordelijk voor mishandeling, marteling en terreur. De Beul van Drenthe, een jonge, overtuigde nationaalsocialist. 50 jaar later is hij bereid om met ons te praten. Oviedo, Baskeland, Noord-Spanje. 200.000 inwoners, is een oogverblindende stad. Patist woont er sinds begin jaren 50. In Nederland was hij tot levenslang veroordeeld. Na zijn vlucht kwam hij in het Spanje van Franco terecht, waar hij warme contacten onderhield met oud-nazi's. In Hollandse Veld, Drenthe, bewaren tientallen mensen traumatische herinneringen aan Patist. Op deze plek stond ooit een school die destijds door de SS werd gebruikt als gevangenis en verhoorcentrum. Arrestaties, intimidaties, slaan, schoppen, schijnexecuties. Vanuit deze kamer keek Patist uit op het bezette dorp. Albert Metselaar is amateurhistoricus. Maandenlang onderhield hij correspondentie met een oude man die hij nooit sprak, de Beul van Drenthe. Hoe groot was de angst onder de bevolking hier? Die was zo groot dat als ik er nu nog met mensen over praat, hebben ze slapeloze nachten van. Als ik met de slachtoffers praat. De familie Vlietstra bood in de oorlogsjaren een schuilplaats aan Joodse vrienden. Zoon Willem weet nog dat de groep Patist de jacht opende op drie in het hooi verborgen onderduikers. Dat gebons op de. Ik hoorde de nazi's komen. Ik hoorde ze bonzen. Joden, Joden, waar zijn die Joden? Het is even wennen. Auke Patist blijkt in Oviedo een geziene figuur. Anders dan nogal wat overige Nederlandse oorlogsmisdadigers ging het hem na zijn vlucht maatschappelijk goed. Omdat hij vloeiend Duits, Engels, Spaans en Nederlands spreekt, begon hij een succesvol vertaalbureau. 50 jaar na deze foto is dit Auke Patist, schrijver van zijn memoires met als ondertitel De Verliezer. Voelt u zich een verliezer? Ja, dat is toch een feit. We hebben de oorlog verloren. Verloren gaat nog maar eens ontkennen. Als wij de oorlog gewonnen hadden, dan was ik nu een rustig gepensioneerde kolonel of generaal. Ja. En wat had er dan onder uw boek gestaan? Ja, dan zou de hele geschiedenis heel anders geschreven zijn. Want wie schrijft de geschiedenis? De overwinner. Kennelijk ontvangt hij ons omdat hij zijn verhaal eens kwijt wil. Zoals hij de laatste tijd ook uitvoerig correspondeert met Albert Metselaar in Hogeveen. En wat hij de wereld vooral wil doen geloven is: ach, die oorlog, zand erover. Laten we elkaar er niet langer mee lastigvallen. Het nationaalsocialisme is immers even dood als Adolf Hitler. Ik ontken niet dat er een paar klappen gevallen zijn. Maar ja. Zeg, hoogtes, een blauw oog of een paar blauwe vlekken. Die na 3-4 dagen verdwenen waren. Dat is voor mij gewoon oude koeien uit de sloot halen en er sensatie van maken. Jan heeft kiespijn. Nou ja, goed, laat die aspirine slikken als ergens naar de tandarts gaan. Piet is gesneuveld. Ja, arme kerel, pech gehad. Ja, goed, we gingen nog een borrel drinken. Dat was zo'n gewone zaak. Hollandse Veld. November 1944, volgende week 50 jaar geleden. De groep Patist beukt op de deur van dit arbeidershuisje van de familie Okke op zoek naar Joden. De hoogzwangere mevrouw Okke wordt op blote voeten de sneeuw ingejaagd. En er gebeurt meer. Dat je dan nog even de man des huizes het revolver op het hoofd zet
En de mededeling toe is van als hier ook maar één van onze kameraden doodgeschoten wordt, dan wordt de hele bevolking vanaf Noorse Schut tot Nieuw Moskou en van de lijsten tot Nieuw Landen wordt uitgemoord. Ik vind dat wel zo'n schrijnende vorm van terreur. Hier is het huis en hier is al ongeveer. Willem Fietstra is terug op de plaats waar de boerderij van zijn ouders stond. Na 50 jaar verbreekt hij geëmotioneerd het zwijgen over wat hij als jongen meemaakte. Als in een niet te stuiten spraakwaterval. Hoe de bende van Patist op jodenjacht ging. Ook hier weer schijnexecuties. Mijn vader, mijn oudste zus en ik werden bij elkaar tegen de muur gezet. Toen zeiden ze tegen ons: je krijgt nog 3 minuten om te bekennen waar ze zitten. Wij weten dat ze hier zitten en we zullen ze krijgen ook. Je hebt nog 3 minuten om te bekennen. En dan hoeft het nooit meer, want over 3 minuten executeren we jullie als jullie het nog niet gezegd hebben. Mijn vader zei niks, mijn moeder zei niks en ik ook zei niks, hij ook niks. En het werd doodstil. Er verliep misschien een minuut of zo, maar wel een minuut van 600 seconden in plaats van 60. Ik kreeg een heel zwaar gevoel in mijn hoofd, en of mijn hoofd zou barsten. En ik zei altijd tegen mezelf: niks zeggen. Niks zeggen, niks zeggen, zat ik. Als bij een wonder weten de onderduikers te ontkomen en trekt de groep Patist verder. Het kerkhof van Hollandse Veld is de laatste rustplaats van Otto Zomer. Toen die weigerde zijn broer als verzetsman aan te geven, werd Zomer door Patist gearresteerd. Hij zou onmiddellijk door de Sicherheitsdienst worden doodgeschoten. Het spoor van Patist. In 3 maanden tijd werden in Hollandse Veld 80 mensen opgepakt en mishandeld. Tientallen werden aan de SD overgedragen en minstens 5 van hen werden geëxecuteerd. In Hollandse Veld is de pijn nog altijd voelbaar. Een pijn? Nou, daar moeten ze toch wel een rare slag lui zijn. Want ik heb waarschijnlijk meer doden om me heen zien vallen in mijn eigen rijen en bij de vijand dan iemand in Hollandse Veld of in het algemene Nederland. Hij spreekt met minachting over zijn slachtoffers. In Hollandse Veld was hij verantwoordelijk voor de opleiding van jonge SS'ers. Niks bijzonders, zegt hij, er moest gepresteerd worden. En om het werk in alle rust te kunnen doen, hoorde een snelle en effectieve intimidatie tegenover burgers in de omgeving er gewoon bij. De wereld volgens Patist, 50 jaar geleden. Er waren lui die hielden alles uit en hebben hun bek niet open gedaan. En er waren anderen, dat hoef je enkel maar zo te doen, niet eens zo. En die spuwden alles al uit. Veel meer dan je zelf gevaar had of weten wilde. Gewoon een klap, hoep. Waar zit die kerel of waar is dat of waar is dat? Zeg het mij of je krijgt nog meer op je donder. En als dat niet werkte, wat dan? Nou, misschien nog een andere klap of... Nou ja, laten we er een andere nemen. Die is misschien makkelijker aan het spreken te brengen. We hadden er haast bij, dus als de eerste lang duurde, dan de tweede ging ik misschien korter. Ik heb met een kanon geschoten en met een geweer en met een machinegeweer. En ik heb misschien een paar vijanden doodgeschoten. Dus ik ben daarvoor verantwoordelijk. Maar waarom? Ik was misschien iets vlugger of ik doelde iets beter dan de vijand, anders had hij mij afgeknald. De totale ongevoeligheid is een halve eeuw later even verbijsterend als hij toen moet zijn geweest in het hartje van Hollandse Veld. Amateurhistoricus Albert Metselaar baseerde zijn boek op vele getuigenissen van mensen die toen leefden op de drempel van de hel. Dit is dus de plaats waarop de gevangenen verhoord werden, waarop flink geslagen werd en waarop flink mishandeld werd. Men sprak van of van een oord van verschrikking of
beesten waren net. Op zo'n manier kijken we ervan terug. Verschillende gezinnen van verderop in het gebied, die waarschuwen de kinderen ook, kom niet in de buurt van de kerk en van de school. Want als je aangehouden wordt en er is wat mis, dan ben je weg, kom je niet weer. Er werd een ware terreur uitgeoefend in die school. Zegt u dat klopt, maar het was nodig? Dat het voor de lui die mij daar gevangen in de school hadden niet gezellig was, daar ben ik het met u eens, ja. Nee, maar niet gezellig of terreur, dat is... Ja, dat ze daar niet al te... Laten we zeggen, gezellig of tevreden zaten en dat ze bang waren. Ja, wat gaat er gebeuren en zo. Ja. Was het ook een plicht om mensen te mishandelen? Nee, was geen plicht, een middel. Zo af en toe in een noodgeval. Ja. Zeer snel het verrassingsmoment uitbuiten. Zeer snel, gauw, nog verder. En de mensen in de buurt van onze compagnie zo bang maken dat ze niet meer op ons schieten. Auke Patist. Als hij één voet op Nederlandse bodem zou zetten, zou hij onmiddellijk worden gearresteerd. Hoe kwam hij aan zijn denkbeelden? Hoe werd hij officier van de Waffen-SS? En hoe werd hij de beul van Drenthe? Het politieke gif werd hem met de paplepel ingegeven. Zijn moeder was voorzitter van de Nationaal-Socialistische Vrouwenorganisatie. Auteur Metselaar zegt over de opvoeding van deze jonge Auke Patist. Hij was een soort examenstuk voor haar. Als hij goed in de nationaal-socialistische leer opgegroeid zou zijn, dan zou dat het aantonen dat zij in wezen als leidster ook geslaagd was. Aan het einde van een leergang op een der scholen van de Waffen-SS, namelijk van de Algemene Nederlandse SS, heeft SS-groepenführer Rauter een bezoek aan die school gebracht. Na zijn opleiding tot politieman in Duitse dienst komt Patist in Amsterdam terecht. Hij sluit zich aan bij de Zwarte Tulpen, een compagnie politieagenten berucht door grootschalige razzia's op de Joodse bevolking in de hoofdstad. Natuurlijk kan hij het zich niet meer aan detail herinneren. Het enige wat ik één keer kreeg ik bevel een transport te begeleiden. Dat was een trein die van Amsterdam naar, hoe heet dat kamp, Westerbork kan dat zijn, in Drenthe. Dat was een soort opzamelingskamp voor Joden. Hebben wij een trein, laten we zeggen, misschien 300-400 Joden, moeten begeleiden. Dus die trein gaat in Amsterdam weg en goed begeleiden en Westerbork uitgeladen. En toen zijn we teruggereden, dat is alles. Patist vindt dat werk in Amsterdam saai. Hij meldt zich als Waffen-SS'er aan het Oostfront. Nou, ik wou naar het front. Ik wou voor mijn ideaal gaan vechten. En dan niet op een politiebureautje zitten en een paar kleine diefjes achterna rennen. Een SS'er in Spanje. Patist wordt in Oviedo directeur van een vertaalbureau. Het logo van dat bedrijf is een runeteken. Dat staat voor mannelijkheid. In 1979 vraagt Nederland om de uitlevering nadat hij is getraceerd door het Simon Wiesentaal Centrum. Dan kan je opslaan en dan geef je dit. Maar Nederland krijgt hem niet uitgeleverd. En dus kan de oorlogsmisdadiger in alle vrijheid in Spanje genieten van zijn oude dag. Uit zijn uitvoerige briefwisseling met Albert Metselaar blijkt dat Patist nog altijd een onverbeterlijk antisemiet is. Ook in het lange gesprek dat wij met hem hebben, blijkt dat onomstotelijk. Bent u anders gaan denken over de Joodse gemeenschap sinds de oorlog? Nee. Ik heb of ik wil niet enkel over Joodse gemeenschap spreken. Gemeenschappen die generaties en generaties ergens wonen en ze niet willen of niet kunnen integreren. Maar of het nou Joden zijn of Zigeuners of Turken of Arabieren of wat dan ook, daar ben ik op tegen. 50 jaar na zijn misdaden is Auke Patist een eigentijds racist geworden. Zonder enige spijt over wat hij heeft gedaan. En zoals het er nu naar uitziet, zal hij zijn verdiende straf nooit krijgen.